Centraal stellen zur Bekämpfung der Zigeunerwesen op te richten, met afdelingen door heel Europa. De Nederlandse Zigeunercentrale, die in 1937 wordt opgericht, verzamelt voor alle in Nederland verblijvende zigeuners de geboortedatum, de geslacht, afstamming, burgerlijke staat, beroep, vingerafdrukken en registratiepapieren of een paspoort. Auschwitz worden de Sinti en Roma naar een apart zigeunerlager gebracht, dat vlak naast het crematorium ligt. Families blijven bij elkaar. Zij die het overleven vertellen verschrikkelijke verhalen. Het is een graag bezochte plek van de beruchte kampenarts Jozef Mengele, die kinderen uitkiest voor experimenten en mensen injecteert met vloeistoffen, waarna veel van hen overlijden of verlamd raken. Anderen bezwijken vaak al voordat ze naar de gaskamer gevoerd worden, aan hongersnood, ziektes en infecties. Toch lijkt er langzaam meer aandacht te komen voor deze geschiedenis. Op het nieuwe Holocaust-namenmonument, dat in september dit jaar wordt onthuld, zullen voor het eerst ook de namen van overlevende Sinti en Roma staan. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar mijn verhaal. Vandaag een speciale plek kunnen geven hier
Maria houdt en in onze God. Koekie Wagner van de organisatie van deze dodenherdenking, speciaal voor de Sinti's. Hoe is het bevallen met dit regenachtige weer? Ja, wij hebben het omgegooid naar de kerk, onze dodenherdenking en een klein beetje buiten. Onze monument hebben we geplaatst deze jaar, was voor ons heel bijzonder. Met de pastoor van Labeek en de pastoor van de Bos. We moesten het kleinschalig doen door coronaregel, maar we hebben het wel, onze monument kunnen plaatsen van 1944 en 1945, wat voor de Sinti's op 16 mei de Razzia-avond overkomen is, voor Sinti en Roma's. En dat zullen we deze jaar hebben dat gedaan en zullen we elk jaar blijven doen, deze dodenherdenking eigenlijk.